Het westen van ons land heeft vanaf 1 december 2018 een nieuwe regio-commandant. Dat is mevrouw Letitia Forster. Met haar hebben wij in het district Nikeri een gesprek. Goeiedag mevrouw Forster. Goedemorgen. Mag ik u heel hartelijk bedanken dat u dit gesprek met ons wil hebben? Ik apprecieer het ten zeerste dat u hier bent in het westen en dat u ook bij de politie bent om de informaties die wij hebben te delen met de gemeenschap in Paramaribo. Hoe lang bent u al regiocommandant? Ik ben vanaf 1 december 2018 aangesteld als de regiocommandant in het westen. En bent u zelf ook van Nikeri? Nee, toevallig niet. Van waar bent u dan? Ik ben afkomstig vanuit het district Para. Ik ben een Paraan in hart en nieren. Maar vanwege mijn werk ben ik gemuteerd naar het westen. En u bent er ongeveer al een maand. Hoe bevalt het u? Oh, het bevalt mij prima. Ik voel me thuis, omdat het niet de eerste keer is dat ik te werk ben gesteld in het westen. Ik was eerder, dat is in het jaar 2000, nee, in het jaar 1995, tot en met het jaar 2008, was ik al werkzaam in het gewest Nikeri. Wat maakt u allemaal mee als regio-commandant? Nou, als regio-commandant zijn er verschillende momenten wat je meemaakt. U weet dat u als regio-commandant de invulling moet geven aan je taak. Je moet helpen om het beleid te ondersteunen en uit te dragen. Dat door de korpsleiding is uitgestippeld. En aan de hand daarvan, en natuurlijk moet je dan alles wat noodzakelijk is gelijk rapporteren. Je hebt structureel werkoverleg met de directeur operatieën en met de korpschef, de districtscommissaris en andere stakeholders. En daarnaast heb je nog het personeel waaraan je leiding en instructies moet geven. Je moet managen op dat gebied. Mevrouw Forster, als we praten over regio-commandant, dat wil zeggen dat u Nikeri heeft, u heeft Wageningen, u heeft Saramaka. Als vrouw, hoe gaat u daarmee om? Nou, het is een uitdaging als vrouw, maar het is en blijft het werk. Het is het werk als politieambtenaar. Daaraan moet je gewoon invulling aan geven. Je doet je werk objectief, zonder aanzien des persoons. En je zorgt ervoor dat je de juiste sturing geeft aan medewerkers. Oké. Een van de dingen waarover vaak gesproken wordt is die baktrakroute, Yete Nikeri naar Guyana. Wat zal er allemaal gaan veranderen nu u aanzit? Nou, je kan niet gaan praten over een verandering nu ik aanzit, omdat er heeft thans een wisseling plaatsgevonden van de DC en met de voormalige DC was er al een stukje regulering ten aanzien van de baktrakroute. Je kan regels die zijn vastgelegd en afspraken die er gemaakt zijn, kan je niet doorbreken. Je moet invulling geven daaraan. En als er veranderingen moeten komen, dan moet dat natuurlijk gebeuren in overleg met de districtscommissaris die belast is met de openbare orde. Nu is er een nieuwe districtscommissaris vanaf vrijdag 11 januari. Hoe ziet u die samenwerking tegemoet? Objectief, positief. Gaat erom dat er wel een heel goede samenwerking was met de voormalige districtscommissaris. Er was consensus bereikt over bepaalde zaken. Op de maandag hadden we structureel werkoverleg. En er zijn nu al afspraken lopen, zeg dat de werkwijze op dezelfde voet zal worden voorgelegd. Alleen moeten we nog een datum prikken voor de officiële kennismaking en om na te gaan welke instructies zij zal geven en hoe wij dan verder invulling daaraan zullen geven. Mevrouw Forster, december is een vrij drukke maand. Wat is er allemaal gebeurd in december hier ten Nikeri? Nou, laat me aangeven, vanaf mijn aanstelling had ik aangegeven dat wij zaken anders zouden aanpakken. Met dien verstande dat er eerder was gesteld dat Nikeri een gewest is dat vrij is van criminaliteit en waarbij mensen zich ook veilig moeten voelen. En wij hebben toen gesteld dat dat veiligheidsgevoel terug moest komen en dat wij ook Nikeri vrij willen houden van de criminaliteit. Nou ben je geen regiocommandant alleen over Nikeri, maar je bent regiocommandant over drie gewesten. U praat
In de volksmond praten wij over districten. Dat wil zeggen dat er dan overlegmomenten zijn geweest met de verschillende resortcommandanten, waarbij het beleid is uitgestippeld. En een van de zaken die wij zeker zouden aanpakken, was om te zeggen dat we een verhoogde surveillance zouden uitvoeren. Net als hoe Paramaribo dat had gesteld. En dat is een van de instructies die er waren om te zeggen naar het oude jaar toe. Om daaraan invulling te geven. Heb ik ook besproken met mijn personeel. Wij hebben toen een draaiboek gemaakt. En wij hebben ook op dezelfde moment, simultaan, die verhoogde surveillance uitgevoerd in de regio. En het heeft resultaten opgeworpen. Mag ik die resultaten met u delen? Ja, gaat u gaan. Oké. We hebben in de periode van 15 december tot en met 31 januari hebben wij onderzocht we hebben 2 inbraken gehad in die periode en beide zijn onderzocht. We hebben 8 diefstallen gehad bij nacht en 7 eenvoudige diefstallen. We hebben in die periode hebben wij bij de veelvuldige controles die wij hebben gehad, met name roadblocks in samenwerking met het Nationaal Leger, waarbij ook snelheidscontroles zijn uitgevoerd. En wij ons ook specifiek hadden gericht op recidivisten en verdachten die voortvluchtig waren. Heeft het zijn vruchten afgeworpen en het heeft geleid tot in verzekering stellen van 15 personen, waaronder 2 die zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal door middel van geweldpleging. Wij hebben 329 bekeuringen ingesteld en we hebben totaal aan boete direct ontvangen 6.770. Wij moeten nog 28.775 ontvangen aan boete. Wij hebben 2 dossiers opgemaakt. Er zijn 2 rijbewijzen ingevorderd van bestuurders die de maximum vastgestelde snelheid hadden overtreden. En wij hebben ook 2 dossiers opgemaakt van bestuurders die hebben gereden onder invloed van alcohol, waarbij ook de rijbewijzen zijn ingevorderd. Mevrouw Voorster, hoe zit het met de grenskwestie hier in Nikeri? Dan denk ik aan de mensen van Guyana die Nikeri kunnen binnenkomen voor, noem maar op, wat voor activiteit dan ook. Wat is die controle die de politie uitvoert? Nou, wat wij doen op controle, we hebben backtrack. U weet dat dat stukje al gereguleerd is. Maar natuurlijk hoor je altijd geruchten dat mensen proberen om die regel die er is vastgesteld te omzeilen en dat ze andere smokkelroutes creëren. Ook daarop heb ik ingespeeld om medewerkers. En de medewerkers hebben de opdracht gehad om op de Quarantainrivier en de omgeving van de Clarasluis regelmatig controle uit te voeren. En als er mensen worden aangetroffen met smokkelwaar, zullen die dan ook worden aangehouden ter voorgereding. En conform de instructies van het Openbaar Ministerie zullen we dan deze zaken afhandelen. Okay. Hoe zit het met de detentie hier in Nikeri? Nou, we hebben een aantal cellenhuizen. En verdachten die worden aangehouden en in verzekering gesteld, die worden hier ingesloten. Als het gaat om verdachten die voortvluchtig waren en zich schuldig hadden gemaakt aan een strafbaar feit en door Paramaribo gezocht worden, als wij ze hebben aangehouden, worden die zaken overgedragen. Als het gaat om zaken die door de specialistische afdelingen van de politie onderzocht moeten worden, met name drugs, mensenhandel en zedenzaken, dan worden die ook overgedragen aan de gespecialiseerde afdeling. Conform de instructies die gegeven zijn door de korpschef en regels die zijn vastgesteld voor verder onderzoek. Mevrouw Voorzitter, u sprak zo net, we hebben gesproken over december, dat er een beetje opvoering is geweest in roadblocks en alle andere zaken. Zal deze trend zich blijven voordoen? Deze trend blijft zich voordoen elk jaar dat er een draaiboek wordt gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat wij gaan slabakken in onze
optreden en onze werkzaamheden. Natuurlijk blijven wij alert en wij doen onze werkzaamheden normaal. De roadblocks die zullen op gezette tijden plaatsvinden en de snelheidscontrole die zullen wij ook uitvoeren. Net als hoe er is gesteld. U mag weten dat Postburen site er is en dat is om te controleren alle voertuigen die vanuit het westen komen, vanuit Nkeri naar Paramaribo gaan, gecontroleerd moeten worden. Maar u weet dat bepaalde mensen routes kunnen omzeilen. En om te voorkomen dat deze mensen de routes omzeilen, wordt de steekproef geweest in het district Saramaka. We kunnen zeggen het gewest Saramaka. Steekproef geweest, dan controles uitgevoerd, mini-roadblocks worden gehouden. En het heeft zijn vruchten afgeworpen, want ook tijdens die controles hebben wij verdachten aangehouden. En we hebben ook illegale Haitianen onderschept. En ze hebben ook opgetreden tegen degenen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Dus u heeft een handvol werk als u hier zo zit. Natuurlijk, het is overal zo dat de politie een handvol werk heeft. Maar je moet gemotiveerd zijn om het werk te doen. Je moet je medewerkers motiveren om het werk te doen. Je moet draagvlak creëren. En als medewerkers gemotiveerd zijn en je hebt draagvlak, zal je zeker succesvol zijn in je optreden en de werkzaamheden die je uitvoert. Mevrouw Forster, welke oproep doet u aan de Nigerianen, de mensen van Wageningen, de mensen van Saramaka, als het gaat om veiligheid en samenwerking? Nou, veiligheid en samenwerking, daarvoor moeten we met z'n allen zorg dragen. De politie heeft dat niet alleen in de hand. Wij zijn hier om de regels die men vertreedt, om die mensen die de overtreding hebben begaan aan te pakken. Maar ik zeg, veiligheid begint bij jezelf. Je moet ervoor zorgen dragen dat de regels er zijn. Dat je die regels niet vertrapt en dat je ze niet overtreedt. En dat als we samen, gezamenlijk, eraan werken. Als we kijken naar de verkeersveiligheid, waarbij we weten dat als je weet dat je als je onder invloed van alcohol bent, een voertuig niet mag besturen. Dat je zeker geen voertuig bestuurt als je onder invloed bent. Maar dat je een meerijder hebt die het voertuig kan besturen. Althans, wanneer jij dan niet meer in staat bent dat te doen, dat die persoon dan het voertuig bestuurt, is een vorm van veiligheid. Of als je weet dat je onder zo'n dusdanige invloed van alcohol bent, dat je helemaal niet bestuurt en dat je ter plaatse waar je bent blijft, een onderdak zoekt elders om daar dan, totdat je ontnuchterd bent, verder te gaan. Daarnaast heb je mensen die de maximum gestelde snelheid overtreden, met alle gevolgen van dien, waarbij jij het verkeer in gevaar brengt, niet alleen jezelf, maar ook andere weggebruikers. Aan die mensen wil ik adviseren om de vastgestelde maximumsnelheid niet te overschrijden, maar zich te houden aan de regels die gelden. Ik wil ook aan de bestuurders, de weggebruikers, wil ik adviseren om de bevelen van de politie daaraan stip op te volgen en dat ze dan de bevelen, als ze die niet hebben opgevolgd, dat ze zeker dat er een achtervolging wordt ingezet en dat we zeker zullen overgaan tot staande houden van zulke bestuurders. En ook als veiligheid geef ik op dat ze de bevelen die de politie geeft en de aanwijzingen, dat ze die stip opvolgen en dan ook niet proberen om in te rijden op politieambtenaren wanneer ze bezig zijn met de uitoefening van hun taak, want dat gebeurt nogal. Toch, gebeurt wel eens. En we zijn er, hoe je het ook went of keer, we zijn er om de criminaliteit te bestrijden. We zijn er voor de openbare orde, rust en veiligheid. En we weten dat er heel veel gevaren schuilt achter het werk wat wij doen, maar we zijn er voor geroepen. En wij vragen de Almachtige om ons te beschermen, zodat wij onder zijn hoede en zijn veiligheid het werk naar behoren kunnen doen. Mevrouw Forster, mag ik u heel hartelijk bedanken. En namens het Nationaal Informatie Instituut wens ik u heel veel succes met uw werk. Dank u wel.